Weet je wat mij zo lastig lijkt? Maar misschien, maar ik ben ook geen acteur natuurlijk. Het is wel best naakt, het is pittig, het is kinky. Hoe voorkom je dat het zeg maar vulgair porno wordt? Ja, ik denk, ik vraag gewoon meteen wat. Ja, dat is goed. Goed gelijk. Gewoon meteen, ja, ik ga meteen. Ja. Oké, okay, meteen erin. Vulgair porno. Ja. Dat is het stuk niet. Nee. Dus de tekst biedt daar eigenlijk geen aanleiding toe. Misschien stel ik een hoop mensen hiermee teleur, maar vanaf 29 september in de Delmar Amsterdam. Nee, het is geen vulgair porno. Het is slimmer, het is grappiger, het is intrigerender dan dat. En het laat veel meer aan de suggestie over. Wat eigenlijk veel spannender is. Alles wat er in jouw hoofd zich afspeelt of kan afspelen... Ja. Waarbij een ander wel of niet bij betrokken is... dat maakt het veel ongrijpbaarder en spannender eigenlijk om naar te kijken. De verbeelding, de geheime fantasieën. Nou ja, machtsspel tussen... Zeker. Mannen en vrouwen. Of, we gaan niet of expliciete partners. Dingen tonen met nee. Zweepjes. Normaal, als we mensen teleurstellen, dan... En kun je me, ik ga je niet vragen om dit stuk, maar probeer me mee te nemen dan in die verbeelding die je nodig hebt, ja, in dat stuk. Ja. Waardoor je zeg maar die spanning voelt. Bij het hele simpele begin. Ja. Wat is het toneelstuk zelf? Het toneelstuk, en het begint gelijk moeilijk, is een toneelstuk in een toneelstuk. Dus ik speel een theaterregisseur, Thomas. Je treft hem aan het einde van een hele lange vermoeiende auditiedag. En er komt te laat iemand binnen, een beetje een hittepetitje. En hij denkt, nou, dat wordt helemaal niks. Een actrice, ja, die wil ook zo nodig auditie doen. Je bent en te laat en je bent het gewoon waarschijnlijk niet. Zij heeft iets in huis, kwaliteiten, een uitstraling, een beetje een vulgaire bek. Wat maakt dat hij geïntrigeerd raakt en denkt, nou, ik geef je een kans. En dan ontspint zich iets heel interessants. Eigenlijk, zonder te veel van het stuk weg te willen geven, blijkt ze veel meer te weten van het materiaal, van de tekst, van de rol, van het hele project, dan hij dacht dat zij wist. Dus eigenlijk onderschatte hij haar. Hij onderschatte haar. Hij zag haar binnenkomen en hij plakte meteen een label op. Van, nou, nee, domwicht. Laat me zitten. Misschien leuk hier voor 10 minuten entertainment, maar dan moet ze eruit. Maar dan blijkt dat de rollen zich langzaam keren. En dan, ja, dan, je kunt zeggen, dan komen er hele andere kanten, zowel van haar als ook van hem, naar boven. Want eigenlijk begint zij hem te bevragen over, waarom doe jij dit stuk? Wat heb jij met dit soort materiaal? Hoe kinky is dit? Eigenlijk jouw beginvraag. Ja. En dan gaat hij zich verdedigen, net als wij het nu doen. Ja. Nee, het is niet kinky. Oh nee? Maar waarom maak je dan zo'n stuk over erotiek en over macht en over seksualiteit? Vertel daar eens iets over. Ja, nee, is gewoon een interessante tekst. Kortom, hij houdt zich op de vlakte, zij vraagt door en dan begint er inderdaad... Is dat wat je aansprak, Georgina? Met name dat je binnenkomt als wat hij dan zegt, met die vulgaire, zijn woorden, hè? Vulgaire bek. En dat je langzaam eigenlijk verandert in iemand die veel meer en veel beter op de hoogte is van wat er moet gebeuren. Nou, wat mij aansprak is, het is een heel slim stuk. Het is een heel geestig stuk. En het is een fantastische vrouwenrol. En zo zie je ze weinig. Zo krijg je ze weinig te spelen voor tv, voor film. En dat ik dat nu in theater mag doen, ik dacht, ja, graag. Ja, graag. Is dit je grootste rol in het toneel eigenlijk? In deze productie. Ik heb wel een keer een toneelstuk gedaan. Dat was ook met twee mensen. Dat zat ik alleen op het toneel. Maar dat was iets kleiner in de NES en zo. Ja, dat is, jullie worden, die balen er altijd van, denk ik. Maar je moet veel aan elkaar zitten. Je moet die spanning opzoeken. Je moet dat erotiseren, dat moet je toch op een of andere manier opzoeken bij elkaar. Toch? Of helemaal niet? Een beetje wel. Jawel, maar dat doet volgens mij, het materiaal biedt je dat al. Of is het heel erg een wens wat ik heb nu? Deels ook. Nee, kom vooral kijken. Nee, wat het is dat je... Kijk, als acteurs ben je in wezen een muzikant die een bepaalde partituur uitvoert. Er is muziek. Nou, in dit geval is het de tekst van het toneelstuk. En dat gaat inderdaad, zoals Georgina zegt, buitengewoon slim met al deze thematieken om. Hmm. Met andere woorden, er wordt niet te veel prijs gegeven. Op het moment dat je meer verlangt, geeft het dat ook. Er zitten onverwachte wendingen in. Kortom, het is een slim stuk waarbij je aandacht moet houden. En ondertussen valt er gelukkig ook veel te lachen. Dat doet het stuk. Wij volgen die route die het stuk ons aanreikt. Het is niet dat we binnenkomen en dat de regisseur zegt, nou, Georgina... Zeg het eens. Wat ga je maar eens even lekker tegen elkaar oprijden, een half uur om erin te komen. Nee, dat is ook niet spannend.